Misschien moet je je supplementenkastje ook eens een grote beurt geven. Om gewoon eens even terug te gaan naar de basis. Van wat gebruik ik nu? En heb ik dat allemaal wel nodig? En dan is het beste om dat te bespreken met een expert. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met de juiste supplementen volgens special guest Floris Wardenaar. Gezonde voeding vormt de beste basis om goed te kunnen trainen. Maar heel veel sporters slikken ook allerhande supplementen. Is dit eigenlijk wel nodig? En hoe weet je dat je de juiste supplementen neemt? Zitten er ook nadelen aan het gebruik van supplementen? We vragen het allemaal aan onze sportvoedingswetenschapper Floris Wardenaar. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Morgen gaan we naar Renkum. Ja. De cross triathlon, ons jaarlijkse hoogtepunt in triathlonwereld. Ik heb er wel zin in, ja. Ik zit al volle bak aan de magnesium. Ja, dan weet ik dat jij dat doet. Ik heb gewoon daar mijn twijfels over. Een paar dagen van tevoren suppleer ik dat een beetje bij. Heb jij op het potje gekeken eigenlijk? Welke badge zo erin zit? Daar ben ik niet van op de hoogte. Maar dat zou eigenlijk wel belangrijk zijn. Want wat is in 2024 het geval in Renkum? Het is een Nederlands kampioenschap. Ja. Dus, kans dat de dopingcontrole daar langskomt is best wel aanwezig. Ja. En je zal maar eens betrapt worden op een vervuiling van jouw magnesiumsupplement of iets dergelijks. Hè? Ja. Nou, het zijn voorbeschietingen, omdat ook al live bij ons, from the United States, maar as we speak in the Netherlands. Floris, waar nou? Floris, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Wij kennen jou als betrokken luisteraar. Jij reageert of mailt wel eens, je vult aan. Maar Jurgen, wij zaten na te denken. We hebben natuurlijk in het vorige seizoen 9 als gasten. Hè, we hebben ooit in 8 begonnen we met promoverende Nederlandse sportwetenschappers. Toen hadden we de embedded scientist rondom de Olympische Spelen. Toen dachten we, wat gaan we nou in 10 doen? Toen kwam er een ambitieuze doelstelling. We moeten de grens over. Ja. Internationale sportwetenschappers. We hebben ooit natuurlijk, zijn we altijd nog een beetje trots op, aflevering 37 hadden we Wouter Hoogkamer. Ja. Maar hij blijkt niet de enige onderzoeker in de United States te zijn. Ja. Want Floris is van de University of Arizona. Ja. Ja, vertel eens, wie is Floris Wardenaar? Nou ja, goed, ik ken Floris eigenlijk ook voor het eerst. Ik heb hem wel gezien in het kader van andere seminars die hij organiseert vanuit Arizona. Dat zijn heel interessante, ook over supplementen en over voeding. Die volg ik af en toe, dat is één. Maar ik weet nog in het ver verleden, toen we het over supplementgebruik hebben gehad, toen heb ik volgens mij al wat studies van hem aangehaald die hij destijds deed tijdens een promotieonderzoek of net daarna bij topsporters in Nederland, maar eens even navragen van hoe is jullie voedingspatroon? Ontbreekt daar nog het een en ander aan? Hoe zit het met eiwitinname, et cetera? En ook volgens mij daaraan gekoppeld van slikken jullie supplementen? En dat was eigenlijk een van de eerste studies die echt grondig keek eigenlijk naar van, ja goed, we hebben een beeld, theoretisch weten we een beetje wat een sporter nodig heeft. Hoe is de praktijk? En die twee liepen best wel uit elkaar. In mijn herinnering, en daar kunnen we het zo over hebben, kwam er toch ook naar voren dat de meeste sporters nog niet allemaal zo heel gezond eten. In ieder geval niet zouden doen zoals het zou moeten voor een topsporter, wat ze nodig hebben. Ja. Floris, als wetenschapper,
Wij hebben elkaar kort al even gesproken. We gaan het vandaag niet precies hebben over hoe stofje X, Y, Z precies werkt en hoeveel je moet hebben. Maar wat is jouw specialisme? Wat onderzoek jij? Nou, mijn specialisme is in dit geval waar we over praten, is om een helder beeld te krijgen wat het gedrag is van sporters omtrent het gebruik van voedingssupplementen. En de laatste tijd hebben we vooral gekeken hoe goed sporters eigenlijk gebruik maken van goed geteste supplementen. En dan niet goed getest in de zin van of ze werkzaam zijn, maar meer om ervoor te zorgen dat er geen vervuilingen in zitten. En dat is namelijk iets wat ons wel zorgen baart, omdat er is genoeg bewijs dat een groot gedeelte van de voedingssupplementen die op de markt komen vervuild zijn. En dat kan komen omdat het bewust door een producent is gedaan, maar het kan eigenlijk veel vaker gewoon komen omdat de grondstoffen nou eenmaal stoffen bevatten die er niet in horen te zitten. Dat is dan per ongeluk, maar het gebeurt wel. En ja, in sommige gevallen kan dat bijvoorbeeld leiden tot een positieve dopingtest. Maar anderzijds kan het ook gewoon zijn dat er stofjes in zitten, bijvoorbeeld prohormonen, die je eigenlijk helemaal niet in een supplement wil hebben. Want je weet niet precies wat het is, je weet niet wat het doet. En je wil ook die invloed niet hebben, hè? Bijvoorbeeld ook met jonge sporters die opgroeien. Ja, daar wil je niet in verstoren. Helder. Dus je enerzijds het gedrag en laatstijds specifiek vervuiling. En ik zat te denken, hoe vaak komt dit voor? Maar je kan hem eigenlijk wel omdraaien. Bijna altijd zou ik willen zeggen, of in ieder geval regelmatig, als er iemand positief getest wordt op doping, is het vaak een gehoord excuus. Maar ik heb geen doping genomen. Het zat per ongeluk in mijn voeding, toch? Herken je dat, Floris? Ja, die associatie wordt vaak gelegd. Ik weet niet zo goed wat de gegevens zijn in Europa, maar bijvoorbeeld in Amerika is het in ieder geval 1 op de 10 dopinggevallen wordt geassocieerd sowieso met een vervuild supplement. Ja. Maar we weten dat 1 op de 5 supplementen contaminatie kan bevatten. Zo. En dat kan bijvoorbeeld bij de nieuwere productgroepen, botanicals, kruidenachtige supplementen die steeds populairder worden, kan dat zelfs veel hoger zijn. En ik zag recent een publicatie waarin de helft van de geteste supplementen in die studie vervuilingen bevatten. Oh ja. Stoffen die niet op het etiket stonden. Ja. Maar is dat dan, want dan vraag ik me altijd, hoe jij zegt het eigenlijk doelbewust. En aan de andere kant, ja, per ongeluk. Hoe moet ik dat zien in dat laatste geval met name van, is dat gewoon, je hebt een fabrikant van pillen, medicijnen, supplementen en die gebruikt eigenlijk dezelfde containers of buizen of leidingen of aanvoerleidingen. Ja, je vraag is, hoe kan dat? En, er zijn verschillende redenen waarom zo'n vervuiling in een supplement kan komen. Een belangrijk punt is dat eigenlijk wereldwijd de regulering van voedingssupplementen verschillend is. Hè? Dus als je per continent en zelfs per land gaat kijken, kan dat heel erg verschillen. Dat is wel echt een limitatie, met name ook omdat met het internet, met de komst van het internet, we natuurlijk supplementen overal vandaan kunnen krijgen. Dat betekent dat wij kunnen supplementen uit een ander deel van de wereld opgestuurd krijgen. En dan weet je eigenlijk niet hoe het gemaakt is en wat erin zit. Er zijn reguleringen en normaal gesproken, volgens die reguleringen, is het de verantwoordelijkheid van de producent om ervoor te zorgen dat de stoffen die daarin zitten, dat die veilig en betrouwbaar zijn. Ja. Alleen kan op heel veel punten fout gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de grondstof die je gebruikt in je mix voor het specifieke supplement, dat die eigenlijk al vervuild is. Dan heb je gewoon een vervuilde grondstof gekregen. Er zijn producenten die daar specifiek op testen, maar het is maar een heel klein deel. Dus daar zit het verschil tussen, heb je een kwaliteitssupplement, wordt er extra aandacht aan geschonken om dat te toetsen bij die grondstoffen, wanneer het binnenkomt of niet. Het merendeel van de fabrikanten doet het niet. Want in alle eerlijkheid, heel veel supplementen worden gewoon gemaakt in een kleine faciliteit. Het is een miljoenenbusiness, ja. Heel makkelijk geld verdienen. Dus ik denk dat heel veel fabrikanten het niet zo nauw nemen met de hygiëne en hoe de grondstoffen worden verwerkt. Daarnaast kan het
ook zo zijn dat je, dat is eigenlijk wat Jurgen aanhaalde, hè, je draait verschillende producten in een kleine faciliteit en dan de emmers worden niet goed schoongemaakt. Wat ook wel is gebeurd, is dat mensen bijhobbyen. Hè? Dus misschien als bedrijf ben je te goede trouw, maar heb je werknemers die misschien bijklussen. Nou, dat kan met een supplement zijn, maar het kan misschien ook wel met iets zijn wat onder de dopingwet valt. Er zijn verhalen van dat MDMA in supplementen is gevonden omdat mensen aan het bijklussen waren. Want ja, die machines kun je daar ook voor gebruiken natuurlijk. Ja, op de tabletten. En tot slot, en dat is eigenlijk misschien nog wel het allerergste, is dat er natuurlijk fabrikanten zijn die claims op bepaalde producten zetten. En daar zit een aantal stoffen in dat supplement. En die weten eigenlijk ook wel dat dat niet werkt. En die dan iets extra toevoegen aan het supplement. En dat noemen we spiking. Dat gebeurt eigenlijk nog relatief vaak. Ja. Volgens mij heb ik gekscherend wel eens in een aflevering gezet. Ja, als een supplement wel werkt. Ik ben natuurlijk heel kritisch tegenover supplementen. Ja, dan zit er waarschijnlijk echt een dopingstof in, zeg maar. Ja, precies. Maar, even. Want wat we behouden uit seizoen 9 is dat we een aantal stellingen aan Floris gaan voorleggen. Ik wil toch nog één ding even qua relevantie zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je nu luistert als Memmel. En ik heb dat ook wel eens hier geroepen. Ja, nou en, ik ben recreatief sporter. Kan mij het nou schelen wat ik neem? Maar toen werd ik terechtgewezen, want inderdaad, ik doe wel mee aan wedstrijden. Bijvoorbeeld morgen aan een Nederlands kampioenschap is het heel evident. Maar bijvoorbeeld alle triathlonwedstrijden of hardloopwedstrijden onder de Triathlonbond of Atletiek Unie zijn onder de dopingwet. Dus in theorie, kans is minimaal, maar in theorie kan je ook als recreatieve sporter tegen dat land lopen bij dopingcontroles. Nou, en ik hoor het andere, dat misschien zit er dus spullen in jouw pillen die je helemaal niet wil, die misschien wel slecht voor je lichaam zijn. Dat of goed. We hebben een aantal... Als sporters vraagt van of ze dat acceptabel vinden, hè, dat er iets in het supplement zit wat niet op het label staat, dan zegt 98% dat ze dat niet willen. Ja. Dus dat is de andere kant. Je wil gewoon het product wat je koopt en dan wil je de stof waar je voor betaalt. Ja, helder. Precies. En we gaan in deze aflevering ontdekken hoe je dat kan herkennen. Maar dat doen we aan de hand van een aantal stellingen. Ja. Die heb jij voorbereid. Je leidt kort de stelling in en dan leggen we hem voor aan Floris. Ja. En dan gaan we er even op in en dan kijken we wel in het kader van de tijd hoe ver we komen. Ja, ze zijn natuurlijk altijd prikkelend en een beetje zwart-wit. Maar dat snappen we inmiddels. Ik vond namelijk op jouw website van de Arizona University dat jij ooit begonnen bent als fanatiek wielrennertje. En daarna, nou, we hadden het al over, ben jij natuurlijk. En vanuit daar dat jouw interesse in voeding is gekomen. En die hoek ben je opgegaan. Je vanuit Nederland uiteindelijk in Arizona terechtgekomen. Maar dus mijn stelling is, had ik tijdens mijn prille wielercarrière maar meer kennis over supplementen gehad, dan had ik veel meer overwinningen behaald. Eens of oneens, Floris? Oneens. Licht eens toe. Ja. Nou, kijk. Ik was natuurlijk hartstikke geïnteresseerd. Ik was klein manneke. En dus mijn idee was, ik kan mijn voordeel uit voeding halen. Dus ik was heel erg gefocust op supplementen. Om te kijken van, nou, wat werkt. Dat was ook een beetje in de tijd dat het internet in opkomst was. Dus je kon ook veel meer dingen opzoeken. En ik was eigenlijk heel vaak werd ik teleurgesteld. Want de hoeveelheid bewijs die er was. Ja. Die was heel, heel erg beperkt. Dus ik denk, met name ook luisterend naar jullie podcast in de afgelopen jaren, dat ik heb het meer aan de trainingskant laten liggen. Aha. Niet zozeer aan de voedingskant. Ja. Ik dacht even, je gaat de stelling in, want de stelling heeft een komma. Hè? Had ik meer kennis gehad, dan had ik meer gewonnen. Dat je nu ging zeggen, nou, ik had alle kennis al. Maar precies, je zegt de supplementen leuk, maar uiteindelijk trainen is waar je het verschil maakt. In welke leeftijd spreken we dan eigenlijk? Dat jij echt aan wedstrijden hebt meegedaan als wielrenner, jeugdwielrenner? Ja, ik denk dat mijn eerste ervaring was in categorie 7. Maar toen reed ik nog geen wedstrijden. En toen begon ik bij de nieuwelingen. Mm-hmm. En eigenlijk in het eerste jaar nieuwelingen moest ik nog echt wel... Nou, daar zag ik heel vaak de achterkant van het peloton. En langzaam vind je uit hoe het werkt. Dus aan het eind van mijn tweede jaar nieuwelingen, als het ware, toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een wedstrijd won. En dan hoe oud ben je dan, Floris?
15, 16, 17 jaar, die leeftijd. Ja. En daarna heb ik nog sportklassen gereden, omdat ik ook studeerde. En ik vond het allemaal een beetje spannend om dat te combineren. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik in die topsport terecht kwam. Want ik wilde juist in die topsportbegeleiding wilde ik aan de slag. Ja. Klopt het dat je daarna in Wageningen voeding hebt gestudeerd? En inderdaad daar gepromoveerd, denk ik? Ja, maar daar zit wat tijd tussen. Ik heb voeding en gezondheid gestudeerd in Wageningen, master gedaan. En dat was afgerond, denk ik, in 2006 begon ik bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent. En toen ben ik een tijd docent geweest en vervolgens ook als diëtist betrokken geweest bij verschillende sportploegen. En in 2012 ben ik met mijn promotieonderzoek begonnen. En in die tijd hadden wij twee lectoren bij de hand. Die hadden goede relatie met de Wageningen Universiteit. En toen hebben we de krachten gebundeld. Ja, mooi. Ik gooi er eens een stelling in, Floris. Een atleet kan niet zonder supplementen. Je kunt de Tour nou eenmaal niet winnen op een boterham met pindakaas. Eens of oneens? Eens. Precies. Nuanceren mag zo. We zien jou twijfelen en de luisteraars horen jou twijfelen. Waar zit de bedenking? Nou, het gaat denk ik hier ook om de definitie van supplementen. Want in de Nederlandse Warenwet is het heel duidelijk vastgelegd wat een voedingssupplement is. En dat is eigenlijk het bekende pilletje, poedertje, capsule. Maar in de sport, als we kijken naar dat perspectief, is die definitie vaak breder. En ook als je kijkt naar de definitie van het International Olympic Committee, die zeggen eigenlijk elke stof die je tot je neemt ter verbetering van prestatie. Dus daar horen eigenlijk ook sportvoedingsproducten bij. Ja, exact. Het sportshelletje is dan ook al een supplement. Precies. En dus als je gaat werken met het optimaliseren van de koolhydraatinname en het optimaliseren van de eiwitinname ter bevordering van herstel en dat soort zaken, dat valt voor mij onder suppletie. Ja. En daarom, een bidon met water, denk ik dan, tijdens de race? Als je een bidon met water neemt, omdat dat op dat moment bij je plan past, is dat heel, heel functioneel. Kijk, als je een gel neemt en je moet die verdunnen, of het is heel erg warm en de sportdrank kan niet gekoeld aangereikt worden. Kijk, in de Tour de France houden ze dat denk ik allemaal wel cool. Ja. Maar als je bij een tweede of derde rangs ploeg rijdt en je krijgt bidons die heel erg warm zijn, ja, dan is op dat moment misschien lauw water wel prettiger dan lauwe sportdrank. Maar dan lauw water in combinatie bijvoorbeeld met een gel. Ja. Kortom, dat is mooi dat je dat zegt. Een verschil tussen Warenwet en sportvoeding. Leidt dat nog tot specifieke uitdaging, hetzij in jouw onderzoek, hetzij in de praktijk? Of is het puur matter of definition? Ja, kijk, het leidt wel tot uitdagingen. Met name omdat eigenlijk spreek je verschillende talen. Hè? Dus dat betekent dat, ik denk, een van de problemen, en dat is een praktisch deel, is dat als mensen op zoek moeten gaan naar geteste voedingssupplementen, een van de problemen is dat het heel moeilijk is om erachter te komen als sporter welke supplementen dan getest zijn. Mm-hmm. En welke organisaties dan daarbij passen. Hè? Getest voor sport bijvoorbeeld. Dus ja, het leidt hier en daar nog wel eens tot problemen, omdat we andere definities hanteren. En dat zouden we denk ik als samenleving gewoon beter moeten organiseren en beter moeten doen. Ja, want ja, ik in eerste instantie dacht ik, nou, dit gaat niet voor mij, want ik neem geen extra pilletjes of poeders of vitamines of noem maar op. Maar nu spreek ik toch over gelletjes. Ja, die neem ik dus ook wel tijdens een race. Jij zegt, die vervuiling wordt daar ook gevonden en kan daar inderdaad ook 1 op 5 mogelijk zijn. Of in het onderzoek wat gedaan is naar vervuilde supplementen. Dat neemt dat hele brede spectrum inderdaad mee. Dus ook extra koolhydraten, sportvoeding. Nou, kijk, het is complex. Ja, want als je een sportvoedingsproduct hebt dat gemaakt wordt in een fabriek waar ook supplementen worden gemaakt, krijg je al de kans op cross-contaminatie. Ja. Dus de kruisvervuiling. Dus het is in die zin complex. En wat daar dus eigenlijk bij hoort, is dat als je een product koopt, dat je onderzoek zou moeten doen.
En we hebben dus ook gezien dat de mensen die dat onderzoeken en kijken van is dit een betrouwbare organisatie, dat over het algemeen dat ook de mensen zijn die vaker dan de geteste producten aanschaffen. De mensen die zeggen, ik doe dat onderzoek niet. Die kopen vaak meestal maar wat. Ja. En dit is de atleten, hè? Dit is jouw gedragsonderzoek wat je nu beschrijft. Ja. Ja. Hey, zullen we het dan nu toch vast even over hebben? Ik heb ook eerder dit jaar meegedaan ook aan een NK. Hey, dat is grappig. Voor Renkum hoefde ik verder geen certificaten te uploaden. Toen ik de 10 kilometer NK in Schoren deed, moest ik ook mijn e-learning certificaten van de dopingautoriteit uploaden. Vond ik daarom een van de redenen leuk om mee te doen aan het NK. Daarin gaat het ook over vervuilde supplementen en word je ook aangeleerd over het keurmerk. Ik heb de cursus, ik heb het certificaat gehaald, maar ik kan nu uit mijn hoofd niet zeggen. Ik zie het hier staan. Dat is de NZVT, toch? Floris, kun je dat eens toelichten? Ja, het is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplement in de Topsport. En dat is eigenlijk opgericht op het moment dat we steeds vaker positieve dopingtesten tegenkwamen, onder meer ook in het voetbal, waarbij eigenlijk de gedachte was van, dat is gek, want dopinggebruik onder voetballers, dat is eigenlijk niet zo logisch. En toen zijn ze daar dieper in gaan kijken en toen kwamen ze erachter dat er op dat moment inderdaad heel veel voedingssupplementen vervuild waren. En als gevolg daarvan hebben een aantal groepen in Nederland de koppen bij elkaar gestoken, onder andere de dopingautoriteit, maar ook VWS, het RIVM, nog een aantal organisaties. En die hebben samen dat NZVT-systeem gestart. Bedrijven die supplementen maken, kunnen daar eigenlijk bij aankloppen en zeggen, we willen graag dat jullie onze supplementen certificeren. En dat gaat dan via allerlei processen en regeltjes. En er is dus een lijst die je kunt vinden als je op NZVT googelt. Ja. En daar kun je dus de actieve geteste badges terugvinden. Dus het is badge-specifiek, hè? Het is niet een merk of een producent. Ja. Nee, dus het is niet dat alle badges getest zijn. Dus je moet daar ook nog wel bij opletten, wil je het geteste supplement hebben. Maar dit is wel echt uniek in de wereld. Er zijn meerdere systemen. Over het algemeen zijn die direct commercieel gedreven. Maar dit is echt een initiatief dat, laten we zeggen, dat zo'n beetje vanuit het poldermodel waar we in Nederland zo goed in zijn, bij elkaar is gekomen, omdat er gewoon een probleem opgelost moest worden. Hoeveel bedrijven of makers van supplementen doen dat daadwerkelijk? En daar moet je wel voor betalen, denk ik. Dus daar betaal je indirect als consument ook voor waarschijnlijk. Wat? Die rekenmodellen, dat weet ik niet precies. Het is wel een zorg van sporters, inderdaad, dat het dan duurder zou zijn. Mm-hmm. Maar dat komt niet per se. Wat de precieze kosten zijn op dit moment, weet ik niet. Ik denk dat er door de loop van de jaren altijd toch meer dan 100 verschillende producten op die lijst hebben gestaan, of meer. Dus er is altijd aanbod. Maar daar komt ook dan weer bij dat als je sporters vraagt van, vind je het aanbod voldoende? Dan zijn er altijd wel een aantal sporters die zeggen van, maar ik mis dit of ik mis dat. Tuurlijk, een favoriete middeltje. Ja. En omdat dit marktgedreven is, is dat natuurlijk een lastig verhaal. Want hoe krijg je het er anders op? Maar goed, er zijn wel producenten die dan met sporters werken en op basis daarvan ze weer producten op die lijst toevoegen. Maar goed, dat is niet altijd dat die producten ook echt werkzaam zijn. Hè? Want de behoefte is niet hetzelfde als wetenschappelijk bewezen. Nee, de werking of de prestatie voor de werking is niet bewezen. Toch even, ik kende dit stempel en ik dacht, het zal wel. Hè? Daar vond ik mezelf niet topsport genoeg voor. Staan daar letterlijk ook dan de gellen, de repen? Of gaat het nu echt om multivitamine supplementen of ijzer? Of wat voor soort producten staan daarop, Floris? Nou, over het algemeen vind je heel veel vitamine, mineralen, eventueel essentiële vetzuren. Dus dat zijn de echte supplementen waar je waarschijnlijk ook aan denkt op het moment dat je het woord supplement in de mond neemt. Ja. Daarnaast zijn er denk ik een aantal kruidenpreparaten die daar mogelijk ook op staan. Er zijn ook wel producenten die hun sportvoedingsproducten op die manier laten testen.
Maar dit is NZVT. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere systemen op de markt die iets vergelijkbaars doen. En NZVT is qua, laten we zeggen, testdichtheid, de stoffen waar ze op testen, hè, de dopinggeduide stoffen die worden gemeten in de producten om te zien, nou, zit er iets in of niet. Dat staat gelijk aan bijvoorbeeld Informed Sports of Informed Choice, Kölner Liste. Dat zijn drie andere systemen die in theorie ook zou kunnen gebruiken als je het beste supplement zou willen hebben. En bijvoorbeeld hier in Amerika is NSF Certified for Sports weer heel groot. En als je bijvoorbeeld naar Australië gaat, daar is weer HASTA een grote tak. Okay. Dus er zijn internationale systemen die je als sporter kan gebruiken om te kijken, hey, ben ik slim bezig met mijn supplementen? En dat betekent dat op dat potje van jou met magnesium bijvoorbeeld, dat daar dan, als dat getest zou zijn en inderdaad gewoon goedgekeurd, daar staat dan op het logo van NZVT? Nee, ik denk dat het andersom is. Ik moet de badge opzoeken dan op de website kijken of die badge, ja. Eerst deze producent en dan die badge getest is, toch, Floris? Het is eigenlijk vanuit de oorsprong was het altijd zo dat als het logo, het NZVT-logo, niet op het potje staat, dan moet je inderdaad naar het lotnummer kijken, de badge, kijken, om te zien of het dan getest is. En dat betekent dat je dat dan op die NZVT-website kan opzoeken. Ja. Als een producent zegt, maar ik ga al mijn productie ga ik laten testen, al mijn badges, dan is het toegestaan om op dat moment dat logo erop te zetten. Helder. Dus daar zit een klein verschil in. Maar dat maakt het dan wel iets makkelijker. En laten we zeggen, er zijn bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Hollandse Eenheidsmaatschappij, die volgens mij producten op schaps hebben staan waar dat logo gewoon op staat. Ja. Mooi. Gooi de volgende stelling er eens in, Jurgen. Ja, dat was eigenlijk, dacht ik, de laatste, maar die kunnen we heel snel zijn. De laatste? Nee. Voor de sport worden onder veel? Hoe duurder het supplement, hoe veiliger het is. Volgens mij heb je al antwoord gegeven, dat hoeft dus niet per se. Ah, nee. Maar dat denken natuurlijk, kan ik me voorstellen, ik weet niet of je daar onderzoek naar gedaan heeft, dat mensen denken, ja, ik koop gewoon het dure spul. Dan weet ik in ieder geval dat het veilig is en getest is. Dat, nou ja, eigenlijk heb je van tevoren uitgelegd dat dat niet zo hoeft te zijn. Is dat wel gaande inderdaad, dat mensen toch voor dure supplement vaak gaan? Ik denk dat dat meer het verkoopmodel is. Hmm. Dat mensen over het algemeen het gevoel hebben dat als het product duurder is, dat het daarmee ook functioneler is. Precies, ja. Daar is heel weinig evidentie voor. Ja, dat is gewoon marketing. Ja. Kortom, we zijn oene dat we deze Slimme Presteren podcast nog steeds gratis maken. ik zat naar die derde stelling te kijken. Nee, zeker. Ja, en dat is natuurlijk, ik verbaas me er toch wel over. En jij hebt gelukkig de cijfers ergens wel. Maar omdat aan de hand van, je noemde het al, we hebben een x-aantal supplementen hebben wij in onze podcast beschreven. Nou, er zijn er toch niet heel veel waarvan we zeggen, ja, die moet je per se gaan nemen. Aan de andere kant zijn er de cijfers. De stelling. En de stelling is dus, in de sport worden onnodig veel en veel onnodige supplementen geslikt. Onnodig veel en veel onnodig. Eens of oneens? Eens. Haha, heel gedecideerd. Ja. Licht toe, Floris. Nou ja, kijk. Enerzijds heb je, hoeveel supplementen zijn er nou werkelijk wetenschappelijk bewezen voor effect? Dat is inderdaad een klein lijstje. Ja. Ik verbaas me altijd over de drive van mensen om iets nieuws te proberen, terwijl er bijvoorbeeld net maar één studie uit is. Dus het is het idee dat je iets nieuws hebt, dat je die advantage ads kan krijgen. Dat is het waarschijnlijk. Maar feitelijk is, er is een klein groepje supplementen dat mogelijkerwijs iets voor je kan doen. En daar kun je lijstjes van maken en die bestaan ook. Jullie hebben zelf al wel eens gerefereerd naar de Australian Institute of Sports. Die hebben dat ABCD systeem, waarbij de supplementen op de A-lijst bijvoorbeeld, daarvan kun je zeggen, nou, er is eigenlijk voldoende evidentie. Ja. Maar
laten we zeggen, de 14 of 15 producten die op die A-lijst zijn, dat wil niet zeggen dat je die daarom dan allemaal maar moet nemen. Hmm. Nee, want een soort maar en een disclaimer bij, dat je moet dat dan gebruiken op het moment dat het relevant voor je is. En een goed voorbeeld is dat ze een categorie medical supplements hebben, dus medische supplementen. Ja, dat zijn de supplementen waar je voor gaat kiezen, bijvoorbeeld ijzer, op het moment dat er reden is om die ijzervoorraad aan te vullen. Nou, dat is omdat iemand bijvoorbeeld een ijzertekort heeft. Of in het geval van topsport, dat mensen op hoogte gaan en dat de laatste jaren het advies is om dan in dat geval preventief ijzer te suppleren. Maar dat betekent dat als jij geen ijzertekort hebt en je gaat niet op hoogte, dan is er eigenlijk geen reden om ijzer te suppleren. Dus er zit altijd een mits en een maar. En daarom is het denk ik heel erg van belang om over je supplementgebruik en je supplementkeuzes te praten met een expert. En daar hebben we onderzoek naar gedaan. En we hebben ook aan sportprofessionals gevraagd. Allerlei verschillende beroepen in de sport. Van wie is nou eigenlijk de expert? Ja, en dat is toch de sportdiëtist. En die zien de anderen zien die persoon als de expert. Dus dat is eigenlijk denk ik een praktisch advies. Is dat als mensen supplementen gebruiken. Ja, je kunt best wel eens een keer, net zoals dat je fiets een grote beurt geeft. Nou, misschien moet je je supplementenkastje ook eens een grote beurt geven. Om gewoon eens even terug te gaan naar de basis. Van wat gebruik ik nu? En heb ik dat allemaal wel nodig? En dan is het beste om dat te bespreken met een expert. Ja, hij laat twee dingen liggen. Die wil ik even pakken. Je moet zo nog even ABCD afmaken. Want dat vind ik interessant. Je zegt, hebben we wel eens over gehad. Maar is een beetje weggezakt. Maar één vraag hier tussen met dit advies, Floris. Is sportdiëtist een beschermd beroep? Ja. In Nederland is diëtist sowieso een beschermd beroep. In het grootste gedeelte van de wereld ook. In Nederland zijn dat mensen die een 4-jarige opleiding voeding en diëtetiek hebben gevolgd. Die mensen kunnen een specialisatie doen tot sportdiëtist. Mm-hmm. Nou is sportdiëtist aan zich geen beschermde titel, maar sportdiëtist VSN... Sportdiëtist Vereniging Sportdiëtiek Nederland wel. Ja. En het merendeel van de sportdiëtisten zijn aangesloten bij die beroepsvereniging. Ja. Dus je kunt ook naar de website van de Vereniging Sportdiëtiek gaan om te kijken of er een sportdiëtist bij jou in de buurt zit. En die daar bij hoort en zijn opleiding en zijn bijscholing bijhoudt. Ja. Ja, die hebben meer dan 150 leden verspreid over Nederland. Vraag het even, en dit is anekdotisch hoor, en daarmee doe ik het beroep tekort. Maar ik hoor dan, een vriendje van me is bij de sportdiëtist geweest en die heeft hem verteld, je moet een half uur na het sporten, moet je eiwitten eten. Ja, nogmaals, ik zeg ook niet dat Jurgen Vertevelen alle waarheid in pacht heeft. Zeker maar niet. Dan denk ik wel, volgens mij zijn er ook voortschrijdende inzichten over. Maar goed, dat heb je natuurlijk in ieder beroep. Die andere was, je begon met A, evidentie, klein lijstje. Wil je B, C en D ook nog even vertellen van dat Australian Institute of Sports Model? Ja, dus als we A hebben gehad, daarvan zeggen we, nou, dat zijn de werkzame stoffen, of in ieder geval voldoende evidentie voor. B is een interessante categorie, want dat is eigenlijk de categorie die zij onder het vergrootglas leggen. Dus de reden waarom stofjes daarop staan, is omdat het hun interesse heeft. Dus er is genoeg bewijs dat het mogelijkerwijs iets kan doen. Maar ze weten het nog niet zo goed. En het mooie wat de Australiërs doen, is dat door het op die categorie B te zetten, is dat ze ook eigenlijk makkelijker data verzamelen voor het gebruik van die supplementen in hun topsportgroepen. En dus ook iets meer, laten we zeggen, anekdotische informatie krijgen, behalve dan de data die je normaal gesproken uit studies haalt. En wat je dus ziet, is dat in het verleden bijvoorbeeld magnesium op de B-lijst heeft gestaan. Maar de laatste jaren is magnesium van B naar C verschoven. Ja. Naar C, hè? Oh, ik wilde heel even zeggen. Ik dacht, magnesium hebben we toch als onzin verklaard. Ja. Maar waar gaat die heen? Hij gaat naar C. Ja. Dus die is uiteindelijk naar C gegaan. En dus het kan zijn dat er een stof op die B-lijst staat. Dat voor mij als professional is dat een indicatie van, opletten, misschien gaat er iets gebeuren. Maar je ziet dat ook die dingen wel eens dan terugschuiven naar de C-categorie. En de C-categorie is een hele grote categorie met eigenlijk alle producten waar niet voldoende bewijs voor is dat ze bijdragen aan een betere sportprestatie.
Exact. En tot slot is er de D-categorie. Nou, misschien dat dat ook wel te linken is aan doping. Maar dat zijn alle stoffen waarvan ze zeggen, daarvan raden we het gebruik af. Omdat het mogelijk schadelijk is voor je gezondheid en of de prestatie. En als we al deze... een link naar dit model in de show notes droppen? Lijkt me heel interessant. Ja. Als we al deze supplementen bij elkaar optellen, dan kom je richting meer dan 100 stoffen uit, denk ik. Makkelijk. Op die manier. Ja. Ja, honderden. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Kijk, in het onderzoek dat wij doen, hebben we een voorgedefinieerde lijst van meer dan 50 producten. Ja. Ja. En want dat is dan mijn. En waarschijnlijk, kijk, als daar gewoon koolhydraten bij zitten, et cetera. Ja, dan snap ik dat je uitkomt op dat sporters aangeven dat ze allemaal supplementen gebruiken. Ik weet niet of dat gebeurt. Maar ja, dat is één kant. Heel veel wordt er gebruikt, maar dat is logisch afhankelijk van de definitie. Aan de andere kant, ja, lees ik dan ook over sporters die met gemak 15 à 20 verschillende supplementen slikken. Zijn dat. Ja, is dat anekdotisch omdat ik me daar nou eenmaal op focus? Of zeg jij, nee, dit is best wel gangbaar. Er wordt, ja, mensen nemen veel verschillende supplementen. Zie jij dat in jouw onderzoek ook? Of heb je dat gezien? Ja, competitieve sporters rapporteren het gebruik van ongeveer gemiddeld tussen de 6 en de 9 producten op jaarbasis. Ja. In de laatste 12 maanden, met uitschieters tot wel 30 supplementen per jaar. Ja. En je, elke groep van sporters is er altijd wel één of twee die inderdaad een heel hoog nummer rapporteert. Arsenaal aan, ja. Nou ja. Vraag ik even naar de bekende weg, Floris. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar dan wil ik misschien ook iets vertellen. Wat mij opviel als dagvoorzitter was ik ooit betrokken bij een seminar over gevaarlijke stoffen. En daar trokken Europese wetenschappers aan de bel dat ze zeiden, als wij de limieten van gevaarlijke stoffen meten, kijken we altijd naar wat is het gevaar per stof. Maar niemand doet onderzoek naar de interactie en de cumulatieve effecten van stoffen. Ja. Beetje open deur, maar ik vraag het toch maar even aan onze onderzoeker. In hoeverre is dit bekend rondom supplementen? Hoe ze op elkaar inwerken of als je ze gestapeld gaat nemen, wat dan de effecten of gevaren zijn? Nou, omdat er zoveel stoffen zijn, weten we dat natuurlijk niet voor alle combinaties. Maar we weten het bijvoorbeeld wel voor vitamines en mineralen. Ja. En we hebben ook gezien dat het voorkomt dat er sporters zijn die meerdere supplementen rapporteren. Die bijvoorbeeld allemaal vitamine B6 bevatten. En daardoor kom je makkelijk over de aanvaardbare bovengrens uit. En dat kan dan leiden tot toxische effecten. Ja. En afhankelijk per stof verschilt dat een beetje. Als ik teruggrijp naar het promotieonderzoek dat ik deed, was dat afhankelijk van, ik geloof tussen de 5% en 10% voor sommige van de stoffen, voor sommige van de vitamines. Dus het komt niet heel veel voor, maar het kan bij grootverbruikers toch wel voorkomen. Ja. Ja, en dan, we hebben natuurlijk afgesproken, of de context van deze aflevering is, we gaan niet altijd diep op specifieke supplementen in, want jij doet onderzoek naar algemeen gebruik. Maar je noemt nu een B6. Ik ben dan toch wel even benieuwd. Zijn er andere supplementen of stoffen of iedereen waar je even op moet letten, waar dit soort toxische effecten, oftewel giftig wordende effecten voor jezelf, kunnen gaan spelen? Nou, ik denk dat hoge inname van bijvoorbeeld foliumzuur kan tot problemen leiden. Hoge inname van magnesium ook. Eigenlijk zijn die allemaal met elkaar geconnect. B6, magnesium en foliumzuur. En wat je ziet is dat als je hoge inname hebt van een van de twee, is dat het de opname van de ander zou kunnen beïnvloeden. En soms ook een tekort van de ander mogelijkerwijs kan maskeren. Dus persoonlijk ben ik, als het gaat om vitamines en mineralen, meer dan een voorstander voor een laag gedoseerde multivitamine waar dan alles in zit. Mm-hmm. Dan level je dat een beetje uit in plaats van die extreme hoge single vitamines of mineralen. Maar goed, als je dat soort producten gebruikt, opnieuw denk ik dat je dat met een expert moet bespreken om ervoor te zorgen dat de gedachtegang die daarachter zit, dat inderdaad iets is wat voor jou dan zou kunnen werken. Weet jij hoeveel sporters dat inderdaad daadwerkelijk doen? Ik kan me voorstellen topsporters dat overleggen met een diëtist. Oh ja.
Kijk, topsporters zullen toegang hebben tot. Maar ik kan me voorstellen dat een recreatieve sporter... Ken jij wel eens een sportdiëtist? Nee, nooit. Ik ook niet. Maar ja, jij slikt... ik slik van alles onder mijn arm, baat het niet, schaadt niet. Precies. Ja, precies. En waarom heb jij nog niet de weg naar een diëtist gevonden? Nou, één, omdat ik, nogmaals, dat is anekdotisch. Maar ik heb 2-3 voorbeelden van uitspraken van sportdiëtisten gehoord. Dat ik denk, nou, dan luister ik liever naar Jurgen van Tevelen. maar goed, dat is ook maar een bron. En die is niet 4 jaar gediplomeerd. Dus misschien moet ik dat heroverwegen. Nou, dat leidt een beetje in die vraag die bij mij boven komt, Floris. Met een sportdiëtist bespreken is 1, maar je zegt eigenlijk al, ja, het is allemaal contextafhankelijk, het is individueel. Is dat eigenlijk impliciet een pleidooi voor veel meer monitoring? Zouden we misschien wel 1 keer per kwartaal moeten gaan bloed prikken en alle mineraalniveaus moeten gaan monitoren? Nou ja, kijk, daar ligt een beperking. En volgens mij heeft Guido het ook al wel eens gezegd. Dus je kunt een hele hoop meten, maar niet alles zegt iets. En het meten van voedingsstatus is op basis van bloedparameters is eigenlijk heel beperkt. Hmm. Er zijn niet zo veel vitamines en mineralen die je echt goed kunt meten. En een goed voorbeeld is voor magnesium. Sommige mensen hebben een lage magnesiumstatus en dan is het zeker van nut om magnesium te suppleren. Maar de reguliere bloedtest die voor magnesium wordt uitgevoerd, die zegt eigenlijk helemaal niks over het actieve magnesium in de bloedcel. En daarmee is het heel lastig je kunt eigenlijk dan de status dus niet bepalen. En dus heel vaak wat wordt gedaan in de praktijk is dat mensen afgaan op vraag en antwoord. Dus het definiëren van klachten, kijken wat zijn de problemen, kijken naar de voedingstoestand, de situatie, trainingsdoelstellen. En dan wordt daar een suppletieadvies aan gekoppeld. En dan hoopt men dat dat werkt. Maar goed, dat zijn altijd multifactoriële adviezen. Dus het is heel moeilijk om daarna uit te pluizen of dat specifieke advies echt kwam, bijvoorbeeld door het slikken van het slikken van die magnesium uiteindelijk leidde tot die prestatieverbetering. Dus het uitpellen van een klacht, bijvoorbeeld ook kramp. Kramp is geassocieerd met een magnesiumprobleem, maar er zijn veel meer redenen waardoor kramp zou kunnen voorkomen. Als ik terugkijk naar mijn carrière als sportdiëtist, waarin ik op een gegeven moment meer dan 200 sporters begeleidde. Ja, de keren dat mensen kramp hadden en dat we besloten om een magnesiumsupplement te geven, ik denk dat het 1 of 2 keer is geweest dat we het gevoel hadden dat het probleem oplosten. Vaak was het probleem al eerder op te lossen door meer koolhydraten, meer rust of andere vorm van training, dat soort zaken. Dus ik denk dat er zit natuurlijk ook verschil in het professionalisme van de diëtist, van de sportdiëtist. En in ons onderzoek kwam bijvoorbeeld ook naar voren dat als je de sportdiëtist zelf bevraagt op wat weet je eigenlijk van dit thema? Nou, basisvoeding, daar scoren ze zichzelf ook hoog op. Sportvoeding scoren ze zichzelf ook hoog op. Maar dan zie je dat als het gaat over suppletie, dat er toch een groep is die zich daar iets minder comfortabel mee vindt. Dus wat dat vind ik dan weer voor ze pleiten eigenlijk. Dat ze ook kunnen toegeven, goh, hier moet ik me ook verder in verdiepen, ja. Maar dat kun je als mogelijke klant natuurlijk ook vragen. Zeggen van, nou ja, ik gebruik supplement. Ik wil daar specifiek advies voor. Is dat iets waar jij mij denkt mee te kunnen helpen? Of heb je een collega waar je denkt dat hij dat op een betere manier kan doen? En ik denk dat veel diëtisten daar een eerlijk antwoord op zullen geven. Ja, en het is natuurlijk ook zo, hebben we deze aflevering nog niet over gehad. Moeten we misschien maar even doen als we het over voeding hebben. Er is een andere bekende piramide in de sportvoeding, en heb jij vaker aangehaald, Jurgen, en daar stappen we overheen nu, merk ik, dat goede sportvoeding begint met de basis, de macronutriënten, koolhydraten, vetten en eiwitten. Dat moet goed zijn. Schijf van 5. Vocht moet goed zijn. Ja. En zo steeds meer. En die supplementen, dit hadden we misschien aan het begin van de aflevering moeten doen, dat zit natuurlijk in het bovenste puntje van de piramide. Als je al die andere dingen goed hebben gedaan, en daar kunnen natuurlijk heel veel diëtisten heel goed mee helpen. Dat is precies wat je zegt, Floris. Dan kunnen we eens naar die supplementen gaan kijken. Toch zeg ik dat goed? Ja, maar goed, er zijn ook sportdiëtisten die wel zeker veel van supplementen weten. Ja. Nee, maar ik bedoel maar meer, je gaat niet naar een sportdiëtist
alleen om je supplementen goed te krijgen. Je kan vaak ook al heel goed geholpen worden met gewoon de basis verbeteren. Wil ik maar zeggen. Nee, maar kijk, op het moment dat nou jouw insteek is, hè, je wil even onder die motorkap vanwege je supplement gebruiken, dat je wil evalueren van zit ik daar nou eigenlijk goed met die keuzes die ik heb gemaakt. Ja, ja. Dat indirect gaat dus al vragen om terug te gaan kijken naar wat is nou je basis, wat is je trainingsload, hoe train je, hoe vaak train je. En kun je met wat je doet, passen die keuzes, die supplementkeuzes daar dan bij. Ja, ja. En dan ga je dus ook vanzelf al naar de basis van je voedingspyramide kijken, wil je zeggen. Precies. Ja, ja, helder. Zullen we nog een stellingje doen? Heb je nog één die we nog niet geraakt hebben? Ja, dat vind ik dat toch wel eens ook een vraag van een luisteraar. Er is een bedrijf in België, 4Gold heet het. Diverse luisteraars kent. Hebben daar vragen over gesteld. Ja. Maar specifiek voor deze, want dat is namelijk... zij doen een... Ik stel de stelling maar eens. Ja. Ja. Wil je weten welke supplementen jou kunnen helpen? Dan moet je een genentest doen. Oneens. En dat is natuurlijk... zij treden naar buiten met het idee van... Nou, het hangt allemaal af van je genen. Een beetje simpel gezegd. Aan de hand van de genentest... €300, doe ik zo uit mijn hoofd. Dan kunnen wij bepalen welke supplementen jij nodig hebt. Die kun je natuurlijk ook bij hun afnemen. En die jou gaan helpen in ieder geval met jouw sportprestatie. Ja. Floris, jij kiest oneens. Is dat omdat je zegt, ik ben niet op de hoogte van wat de genetest kan doen op supplementen? Of is er een andere reden? Nee, er is een andere reden. Deze valt een beetje in dezelfde categorie als dat je bijvoorbeeld een ontlasting sample moet indienen om meer over je darmmicrobiota te weten te komen. Omdat dat iets meer zegt over je gezondheid en je behoeften. Zover zijn we gewoon niet. En op het gebied van de genen, ik kan me goed herinneren dat toen ik zelf in Wageningen studeerde, kwam er net een leergroep Nutrigenomics. Mooi woord voor de relatie tussen voedingsstoffen en genen. Ja. Later werd het professor Kersten, die nou bij Cornell University zit. En ik had hem laatst nog even op de mail, gewoon om eens te vragen van hoe zit het nou eigenlijk? Want toen werd het gepresenteerd als iets waarvan ze zei, dit is eigenlijk het nieuwe goud. Op basis van die Nutrigenomics. Ja, 4Gold heet dat bedrijf dan ook, hè? Ja. Gaan wij mensen helpen om gezondheidstechnisch beter te worden? Er zijn een paar situaties in de gezondheidszorg waar die Nutrigenomics kan helpen. Maar op het gebied van het verbeteren van prestatie is wat Sander mij vertelde. Hij zegt, we zijn daar nooit echt ver mee gekomen. Er is niks. Ja. We kunnen er niks mee. Als dus, in je bedoelt, ja, een wetenschapper zegt, er is niks. We hebben geen studies, we hebben geen onderzoek waarin we een relatie kunnen leggen tussen wat je vindt in een genetest en wat dat zou betekenen voor wat voedingsstoffen met je doen. Hè? Dat is wat er is niks of betekent. Of supplementen. Ja. Dit is zijn vakgebied en hij heeft interesse in sport en gezondheid. Dus dat, weet je, dat, op dat moment geloof ik hem. En, maar het kan best zijn dat daar toekomst ligt. Maar ik denk dat we wetenschappelijk nog niet zo ver zijn. Nee, ik zat zelf te denken, we hebben het de aflevering over cafeïne gehad. Ja. En dan hebben we het eigenlijk over die verschillende groepen, afhankelijk ook van je genetisch profiel, hoe je dat metaboliseert. Ja, en dat je op, duur wordt, ik let even op de moeilijke woorden, omgezet maar, wordt en hoe dat verteerd wordt. En zijn werking heeft. Ja, kijk, dat is een beetje duidelijk, omdat dat gelinkt wordt in ieder geval aan één gen. Maar uiteindelijk zijn er veel meer genen bij betrokken, heb ik later al begrepen. Als je dat een beetje snapt, dan zou je in ieder geval kunnen zeggen, nou, cafeïne werkt bij jou snel en sterk. En bij iemand anders, nou, jij bent een low responder. Ja, dat is het enige voorbeeld waar ik denk, nou, wellicht zit er wat in. Maar ja, dan volgens mij zeg jij dan, Gerrit, tegen mij van, moet je daarvoor zo'n dure genetest doen? Daar kom je zelf wel achter op die manier. Dat zou ik zeggen, ja. En dat zou dan theoretisch voor, voor bicarbonaat of voor ketonen of voor, you name it, eigenlijk op diezelfde manier de insteek kunnen zijn. Maar dan moet dus veronderstellen dat je kan onderzoeken wat de relatie is tussen iets in een genenprofiel en dat metabolisme. En daarvan hoor ik Floris eigenlijk zeggen... Nee, dat zover dat zijn we niet. Zijn. Niet. Ja. Nee. Ja. Ik wil die laatste stelling even doen, want volgens mij is dat een mooie wrap-up om alles bij elkaar te halen. En dan bedoel ik deze, Jurgen. Ja. Niet alleen veel sporters
Hadden we het al even over. Laat staan amateursporters. Maar ook coaches en trainers hebben onvoldoende kennis van voeding en supplementen. Floris, eens of oneens? Eens. Ja, natuurlijk. Is een voorzetje voor je. Want je doet daar veel onderzoek naar, toch? Ja. Over waar atleten naar kijken en wie de quote-unquote deskundigen in de omgeving zijn. Vertel eens. Nou ja, kijk, ze worden in ieder geval coaches en andere sportbegeleiders worden, als je het aan hen zelf vraagt, worden ze ook minder hoog gerankt dan de sportdiëtist. Dus de sportdiëtist zou ook kunnen zeggen, nou, dat is de expert. En als de expert het soms al niet weet, nou, dan kun je ervan uitgaan dat de anderen het ook niet zo goed weten. Nou is het wel zo dat in al die categorieën van professionals, dat er altijd een groepje is die zegt, ja, maar wij weten het wel. Hè? Die overtuigd zijn van hun eigen kunnen. En ik zeg niet dat in dat geval niet zo is. Hè? Want door zelfstudie kun je natuurlijk een heel eind komen. En misschien ben je op dat moment ook zeker wel expert. Dat hebben we niet gecheckt. Alleen de kans als klant dat je iemand vindt die expert is op een bepaald gebied, ja, dat is eigenlijk om gewoon naar de juiste beroepsgroep te gaan. Ja, helder. Dus maar nog één slag hier. Dit mist één zin. Wat is jouw praktische advies dan, wat je naar aanleiding van dit onderzoek geeft? Want ik hoor hem bijna, maar maak hem eens af. Nou, mijn praktische advies is dat je het advies van je coach en eventueel iedereen die niet specifiek voor sport en voeding heeft gestudeerd, dat je dat misschien met een korreltje zout moet nemen. Okay. En dat je in ieder geval wel vraagtekens bij mag zetten. Gewoon. Er is niks mis met weer en wederhoor. Hè? Daar. Nee, precies. Ja. En hoe zit dat dan met wetenschapsjournalisten die wetenschappelijke artikelen uitzoeken en dat presenteren in een podcast? Nou ja, dan krijg je dus wetenschappers zoals ik die dan soms een reactie plaatsen. Prima lijkt me dat. En dan hebben we een mooi wederhoor community-based informatie verzamelen. Jazeker, ja. Ja, misschien, ik denk nog altijd, ja, als jij serieuze sporter wil zijn of zo, dan sport omvat niet alleen snappen wat training met je doet of zo, maar ook wat voeding met je doet, dat dan een stukje zelfregulatie ook zou moeten zijn. Maar ik snap wel dat het ook wel heel ingewikkeld kan zijn, daar niet van. En dat is moeilijk. En dat is dan, ergens was er een stelling en het ging over de hoeveelheid supplementen. Ja. Mijn gevoel is omdat mensen vaak al iets van een sportdrank gebruiken en misschien nog wel iets van een herstelproduct en dergelijke. Dan zit je al op 2. Nou, misschien is er inderdaad wel een multivitamine. Dus mijn gevoel zegt dat als mensen supplementen gebruiken, dat je 3 tot 5 op een goede manier wel overwogen gebruiken. Dat is misschien eigenlijk ook wel een beetje de max. En om ervoor te zorgen dat je dat dan ook op de juiste manier doet. Want vaak zitten er voor en tegen zijn protocolletjes aan vast. Dus ik denk dat je bewust moet kiezen voor waar ga ik voor. En dat dan ook goed doen. Ja, nee, goeie. Want inderdaad, het is niet zomaar even 's ochtends bij het ontbijt neem je ze allemaal in. Nee, je moet ook, timing is hartstikke belangrijk. Dosering is belangrijk. Je moet het soms, in het geval van die jelletjes, moet je zelfs trainen. Hè? Training the gut, we hebben het erover gehad. Dus dat is één stuk, denk ik, van begrijpen wat de middelen doen. En dan wil ik denk ik toch tot slot nog even, want daar heb je ook recent over gepubliceerd. Het feit dat mensen snappen van, let op met, niet elk pilletje kan heel on... Als het baat het niet, dan schaadt het ook niet. Ze kunnen vervuild zijn. Dus educatie daarover is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Daarvoor deze podcast onder andere. Maar jij hebt zelf, jij bent actief, hè, bij high school atleten. Heb je onderzoek gedaan en volgens mij zelfs een educatieprogramma opgezet. Kun je daar nog tot slot iets over vertellen? Ja, we hebben een educatieprogramma opgezet. Want een van de dingen die belangrijk is natuurlijk om de kennis te kunnen toepassen. Hè, kennis aan zich over de materie wil nog niet zeggen dat mensen direct hun gedrag veranderen, maar je moet de kennis wel hebben. En een van de belangrijkste voorspellers of mensen, het lijkt een open deur, maar een van de belangrijkste voorspellers of mensen een getest supplement gebruiken, is dat ze zelf aangeven dat ze weten waar ze het kunnen vinden en bestellen. Ja. Dus dat is een hele gerichte vraag die je gewoon aan jezelf kunt stellen als je dat niet weet. Dan is de kans dat je een getest supplement gebruikt, is erg klein.
En dat is eigenlijk waar dat programma zich op richt, op een aantal van die praktische handvaten, om ervoor te zorgen dat ze aanbelanden bij het moment dat ze denken, oh ja, misschien moet ik daar dus over nadenken en daar dus actie op ondernemen. En tegelijkertijd willen we ze uitdagen in dat programma om na te denken over, oké, wat doe ik eigenlijk allemaal en waarom gebruik ik dit? En wat is de functie bijvoorbeeld van dat magnesium dat ik krijg? En wat is de functie van die multivitamine en die essentiële vetzuren die ik slik? Dat zijn al drie supplementen. En wat bij hetgeen wat ik doe, heb ik dat nodig. Mm. Dus het idee is dat we mensen uitdagen en op die manier aan het denken zetten om een weloverwogen keuze te maken en op die manier naar een veiliger supplementgebruik toe te gaan. En wat wil je er in de toekomst mee? Een soort module van maken voor alle high school atleten? Of mammals. Of mammals inderdaad, voor de luisteraars altijd handig. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk fijn dat wat je ontwikkelt, dat ook uitgerold kan worden. En dan moet ik zeggen dat ik in Wageningen heb geleerd dat als je iets ontwikkelt, dat het ook goed is om het eerst goed te valideren. Ja. En dat je kunt laten zien dat het effect heeft, dat het leidt tot een verbetering in gedrag of intentie zodanig. Dus daar hebben we nu een aantal testen mee gedaan. En op dit moment ben ik eigenlijk aan het nadenken van, nou ja, wat kunnen we nu doen om het nog een keer in een extra gecontroleerde situatie uit te testen. Zodat we ook wat wil je dan testen, Floris? Dat als je de goede informatie geeft, dat mensen dan wel de goede producten bestellen en andersom niet. Is dat wat je wil checken? Kijk, we hebben die module hebben we gebaseerd op de theory of plant behavior. En dat is een theorie waarbij je bijvoorbeeld probeert te beïnvloeden de attitude van mensen. Dus hoe ze tegen iets aankijken. Dat je erover nadenkt over hoe andere mensen hun beïnvloeden. Hè, bijvoorbeeld je coach, je trainer, maar misschien ook je trainingsmaatje. En tegelijkertijd ook of je voelt dat je voldoende bij machten bent om een beslissing te nemen om je gedrag te veranderen. Ja. Of om het zo te houden. Mm-hmm. Nou, die factoren, onze modules, laden eigenlijk die zaak. Dus we hopen dat dat bij elkaar komt en dat dat dan leidt tot gedragsverandering. Maar goed, die eerste evaluatie die we hebben gedaan, hebben we gekeken, nou ja, oké, verandert nou je intentie? En wat we zien bij die high schoolers is dat er uiteindelijk wel meer mensen zeggen, nou, ik zou eigenlijk wel die third party tested, die geteste supplementen, moeten gaan gebruiken. En dan zie je eigenlijk op alle supplementen individueel, zie je dat omhoog gaat. Het gaat nog niet naar 100% wat je eigenlijk zou willen. Dus, maar intentie is nog niet hetzelfde als gedrag. Nee, hier zit het voorbeeld op de bank. Nou, op zich, ja. Nee, dus wat die evaluatie zit hem dus in van, nou, hoe krijgen we in ieder geval die nummers zo goed mogelijk dat ze in de actieve modus gaan. Ja, daar heeft gewoon tijd nodig om dat uit te vogelen. En op een gegeven moment dan moeten we dat een keer vrij gaan geven, zodat mensen het kunnen gaan gebruiken. Ja, ik denk dat nog even op het einde van de aflevering tijd is voor een stukje openhartigheid over mijn domheid. Nou, je oproep is duidelijk, Floris. Je zegt een aantal keer door de aflevering heen, kijk nou eens kritisch naar wat je doet. En ik reflecteer ook op dit laatste wat jij nu zegt. En denk ik, wat stuurt en drijft mij eigenlijk nou? En dat is toch, en eigenlijk in alle afleveringen over supplementen hoor je mij dat ook altijd checken bij Guido. Want mijn sterkste drijvende, sturende principe is toch vaak, baat het niet als gaat het niet. Dus alleen als ik echt zie dat iets echt gevaarlijk of risicovol is, doe ik het niet. En anders denk ik, ja, kan mij het schelen. In het slechtste geval werkt het niet, heb ik placebo effectje. Maar, en hier komt de openhartige domheid, wat kan ik nou vaststellen in de afgelopen maanden, wat gebeurt er nou? Ik heb al vaker verteld, ik slik inderdaad altijd een basis multivitaminetje. Gewoon om alles maar op orde te hebben. Vindt mijn vrouw al een soort van raar en stom. Hè? En zegt, hoezo? We eten toch gewoon? Ja. Gewoon, waarom doe je dat? Ja, baat niet en schaadt niet. Dan heb ik maar alles gewoon goed op level. Toen gingen wij de aflevering over ijzer maken. En toen vroeg jij nog, zit er ijzer in jouw pilletje? Ja, er zit wel ijzer in mijn pilletje. Maar ik was in die week ook vrij slap en moe en vervelend. Ik slikte ook geen D. Het was natuurlijk een moeilijke lente dit jaar, weinig zon. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik slik gewoon 2 multivitaminetjes nu iedere ochtend. Ja. Dan heb ik gewoon even dubbele dosis. Even alles weer een beetje extra op peil brengen. En dan komt de gekkigheid erbij. Dan hebben we nog dat magnesium. Nou, daar heb ik altijd al een soort raar. Gewoon doe ik zo 3-4 dagen van tevoren. Ook onder het mom.
het is dan wel niet bewezen. Maar ja, veel mensen zweren erbij, doe maar. Maar nu, en dit, ja, daar ga ik dan nu ook maar mee stoppen, is mijn intentie. Nu hoorde ik laatst iemand iets roepen over, ja, maar magnesium, timing, wat jij zegt. Dan moet je niet 's ochtends bij je ontbijt slikken, dan moet je 's avonds voor slapen, slaap je beter. Okay. Dus weet je wat ik toen ging doen? Dacht, nou, doe ik gewoon 2 op een dag. Doe ik er 1 bij het ontbijt en nog eentje 's avonds. Nogmaals, ik vertel het maar even, omdat dit is precies wat jij zegt, Floris. Dit is dus gewoon irrationeel, niet goed overwogen, dom, maar blijven bijpakken. En voor je het weet zit je nu op 5, 6 supplementen. En het wordt ook een gewoonte. Want ik heb het gisteren en eergisteren en vorige week gedaan. Dus dan waarom zou ik vandaag stoppen? Want ik denk, doe het toch? Ja. En 1 op de 5, 6 is vervuild. Dus ja, nu kan ik jouw hele prestatie morgen bij die dopingtest. Ja, precies. Nou, ik zou maar gewoon lekker thuis blijven, Gerrit. Hey, toch, Floris, wat denk jij als je deze bekentenissen van een memmel hoort? Nou, ik vind het een heerlijke bekentenis. En daar... spot on. Maar nou ben je bewust. En je spreekt eigenlijk de intentie uit... Om er iets mee te gaan doen. Wat wil je er eigenlijk zelf mee gaan doen? Hoe zou jij dit aanpakken? Zo. Ja. Nee, ja. Ik denk wat gewenst is... dat ik in de maanden met een R... een multivitamine pak. Nou, het is gelukkig bijna weer september. Maar wil, hè, dus nu in de zomermaanden... moet dat er gewoon uit en af. En dus even terug naar... weer normaal op gezonde voeding leven, denk ik, hè? En dan maar wat achtergroen. Ja, nou, ik weet niet of dit het antwoord is waar je op zoekt. Nou, ik weet niet of die multivitamine er nou per se uit hoeft. Want als het een laag gedoseerde multivitamine is, dan kan dat niet per se kwaad. Het enige is dat je je laat overtuigen door het advies van een vriend of een goed kennis of familielid om iets aan je supplementgebruik te veranderen. En een van de dingen waarvan we weten dat het geassocieerd is met onveilig supplementgebruik, dan is dat het. Dus ik moet niet naar Jurgen en mevrouw luisteren. Maar ik zeg toch nu, ik luister naar Floris Wardenaar, want dit gesprek geeft me dit inzicht. Ja. Jij bent sportdiëtist. Bas. Ja, nee, precies. Dus, mijn advies is, die multivitamine hoeft er niet af. Alleen ik vind het wel bijzonder dat je besluit, nou, dan gaan we naar 2. En dan doen we nog dit. En dan, dus, bijzonder, hè? Ik ben ook heel bijzonder. Ja, het is van belang dat je erover nadenkt... van welke supplementen gebruik ik en waarom doe ik dat en hoe doe ik dat. Ja. En dit zijn dingen die sluipen erin. Ja, nou precies dat herken ik. Hè? Dat herken ik wat je nu zegt, dat insluipen. Ja, en daar kun je op terugkomen en dan kun je afvragen van... is dat nou eigenlijk nuttig? En eigenlijk hebben we dat nu al gedaan. Ja. Nou, waarschijnlijk is dat niet nuttig. Want heb jij slaapproblemen? En überhaupt, is er heel veel wetenschappelijke evidentie... dat magnesium helpt bij beter slapen? Nee hoor, dat hoorde ik ergens in een flight in een van de gesprekken. En dacht ik, nou, baat het niet of schaadt het niet? Daarom begon ik met die inleiding. Dat is mijn soort overrulend sturende principe. Ja, ja. Ja, goed. En als je kijkt naar prestatie, dan denk ik dat er waarschijnlijk 1 of 2, misschien 3 kleine clinical trials zijn waarin ze hebben gekeken naar de relatie tussen magnesium en kracht, die dan relatief positief zijn. Maar goed, er zijn andere supplementen waar veel meer evidentie is als je krachttraining doet en daarvoor een supplement zou moeten gebruiken. Dus dat kun je misschien beter. Creatine bijvoorbeeld, ja, die aflevering hebben we ook gehad. Ja. Nou, mooi. Jurgen, wil jij nog wat bekennen? Of heb je gewoon heel veel zin om te racen? Ik vind het wel heel leuk om van jou te horen. En ik ben hier wel weer het gekkie. Al jaren denk ik soms, maar waarom, Gerrit? Waarom is het nou nodig? Nou ja, ik blijf me bij dat je op een gegeven moment zei, Floris, iets en vitamine B6 en foliumzuur en magnesium samen. Zit nou, elkaar in de weg. Dus, ja. Wie weet zit er ook wel... Ja, dat hangt... Nou ja, jij beschrijft het al. Je dacht, gewoon pilletje erbij, onschuldig, maakt niet uit. Misschien moet er meer evidentie komen als dat er is van dat je ook te veel kan nemen. En dat dingen op elkaar inwerken. Ja. Juist gaat werken. Mooi. En dat je dan wel uitkijkt. Ja. Ik wil er wel op inhaken. Ik was laatst met mijn PhD-student Quinta Schott aan het praten. En ik zei, eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat is wat we moeten doen. Je ziet nu bijvoorbeeld in het militaire onderzoek in de US... dat ze heel erg focussen op de bij- en zij-effecten van supplementgebruik. Dus eerst deden ze dat bij medicijnen. Zijn ze ook voor supplementgebruik gaan doen. En ik denk dat waarschijnlijk ook de richting is... waar ons onderzoek naartoe moet. Omdat we weten nu wel dat mensen heel veel supplementen gebruiken. Maar we weten ook dat... bij- en zij-effecten over het algemeen heel slecht gerapporteerd worden.
Ja, ik denk dat dat toch de toekomst heeft om daar meer achter te komen. Want die gegevens ontbreken gewoon. En als we daar meer over zouden weten, dan zouden mensen in bepaalde opzichten misschien wel één of twee keer nadenken voordat ze inderdaad zo'n actie nemen en hun gedrag daarop aanpassen. Ja, want dan hebben we data over schaadt het wel. Ja, zeker. En daar ben ik gevoelig voor. Los van het feit dat het vervuild kan zijn, dat het ook echt gewoon de prestatie misschien wel tegengaat of je gezondheid. Ja. Hey, mijn slotvraag is dan, Floris, toen jij nadacht over te gast zijn in de Slimmer Presteren podcast, had je misschien een heel belangrijk punt of onderwerp of anekdote die je daar nou graag wilde delen? Heb jij je ei kwijtgekund of is er iets waar je graag nog airtime voor pakt? Uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is om geteste supplementen te gebruiken op het moment dat je niet een positieve dopingtest wil krijgen, of omdat je zeker wil zijn dat je supplement niet iets anders bevat dan op het label staat. Hmm. En daarvoor is het van belang om met de juiste experts te praten. Als je dat niet precies weet hoe je dat moet aanvliegen. Je kunt natuurlijk ook naar de NZVT-website gaan of naar een van de andere websites van geteste supplementen. Belangrijk is dat als je dat dan doet, dat je ervoor zorgt dat je terechtkomt op die websites waar ze ook testen voor dopinggeduide stoffen. Ja. Want er zijn ook producenten of bedrijven die certificeren supplementen. Dan krijg je misschien wel een kwalitatief hoogwaardig product. Maar dan kan het nog steeds zijn dat er een dopinggeduide stof in zit. Als je dat niet wil, dan moet je dus echt voor die zekerheidssystemen gaan die bedoeld zijn voor sporters. Ja, en ik las dat ze al, potentieel. Er staan natuurlijk 500 stoffen op de dopinglijst. Volgens mij worden ze niet op alles gecheckt, maar wel 160 kunnen in ieder geval de revue passeren. Dus dat er wel grondig gekeken wordt, ja. Ik, meer dan 200 stoffen wordt getest in dat soort panels. Ja. Ik ga hem afronden, want wat in ieder geval werkt is goed slapen. Dus als wij morgen gaan racen in Renkum, dan moeten we maar eens op tijd naar bed vandaag. Floris, heel erg bedankt. Leuk dat jij in het 10e seizoen van de Slimmer Presteren podcast de gast wilde zijn als onze eerste gast in een rijtje International Guests. We zullen eens kijken of we nog buiten de uitzending wellicht jouw adresseboekje ook nog kunnen gebruiken. Wat dan lastig wordt voor deze categorie gasten is dat wij gaan ook onze gasten van de Slimmer Presteren podcast een mailtje sturen om je uit te nodigen voor zaterdag 19 oktober. Komt nu rap dichterbij. Onze 200ste aflevering. Daar hebben we een hele dag een evenement over. En het lijkt ons leuk om heel veel mensen uit onze community daar te hebben. Ik denk dat het een beetje heftig... Nee, ik wil het ook niet op mijn geweten hebben dat jij vanuit Arizona naar Nederland vliegt daarvoor. Maar mocht je in de buurt zijn, dan ben je van harte welkom natuurlijk. Dus die wil ik gezegd hebben. En, Floris, je begon ooit als wielrenner. Doe je nog steeds wel eens een duursport? Ja, ik mag graag wandelen en ik fiets veel. Vooral naar mijn werk, maar soms ook op de mountainbike. Kijk, en dan weet jij als trouwe luisteraar dat ik dan nu vraag, zit je dan ook op Strava? Ja, want ik ben begonnen om dat te loggen, zodat ik een beetje weet wat ik aan het doen ben. Mooi, dan gaan we jou uitnodigen voor onze exclusieve vrienden van de show Strava Club. Daar zitten niet alleen vrienden van de show, maar ook de special guests. Misschien zit je er eigenlijk al wel in als vriend. Dat weet ik niet. Dat kan ik allemaal niet zo snel checken. Maar in ieder geval, jij hoort daarbij. En als je nu luistert en denkt, oh, dat vind ik ook wel interessant om te kijken wat andere luisteraars van de Slimmer Presteren podcast doen. Word snel vriend van de show op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Volg de link naar de Slimmer Presteren Club op Strava en ga erbij. En we moeten ook eens even kijken hoe we zo'n sportshirt bij je krijgen. Want die heb je natuurlijk ook verdiend. Dankzij jouw tijd en kennis die je hier gedeeld hebt. Die zijn ook te krijgen via slimmerpodcast.nl/webshop. Maar we sturen er een op. Misschien zelfs wel naar Amerika. Nou, dat regelen we wel even buiten de uitzending om. En mochten nou mensen nu zitten te luisteren en die hebben net zoiets als Floris in het verleden wel zat van maar ik heb een aanvulling of ik heb een tegenwerping of deze gasten hebben een blinde vlek. Dan ga ik je uitleggen hoe je ons kan bereiken. Dat kan op social media. Zijn we de @slimmerpodcast op Instagram. En inmiddels nog niet bijna groter, maar snel groeiend, de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn. Dus ga ons daar vooral even volgen. Dan vind je iedere week waar de aflevering van die week over gaat.
Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Ik noemde hem al. Vind je niet alleen de webshop, maar ook van iedere aflevering een eigen webpagina. En daar kun je dan de link pakken. Bijvoorbeeld voor sportdiëtisten in jouw netwerk of andere onderzoekers. En zeggen, kijk, dit is de call met Floris Waardenaar. Oh nee, is in Nederland. Werkt dus niet. Hier, leuk gesprek met Floris. Luister ook eens. Of stuur, ja, en dus interessant, wat Floris dus in het verleden ook gedaan heeft. Laat vooral ook een reactie achter op die website. Hè? Want dan staat dat meteen daar mooi bij. De aanvullende informatie die je eventueel wil aanvullen. Of stuur eens een mail via post@slimmerpodcast.nl. Lezen we altijd. Kan soms een paar dagen duren of weken voordat we reageren. Maar je bericht komt sowieso aan. En we vinden het leuk om van je te horen. Tot zover. Floris, heel erg bedankt. Dankjewel, Floris. Leuk dat je erbij was in je favoriete podcast. Jurgen, ik zou zeggen tot volgende week, maar ik zeg we zien elkaar tot morgen. Ja. Ja, wat goed dat je nog steeds luistert. Aan het eind van iedere aflevering hebben we natuurlijk een luistertip voor je. Waar je verder kunt duiken in het rijke archief van de Slimmer Presteren podcast. Jurgen, meer dan 190 afleveringen al. Diverse over allerlei supplementen. Waar we per supplement de diepte ingaan op de wetenschappelijke evidentie. Ja. Maar welke tip willen we aan het eind van deze aflevering? Ja, hier ging het juist om het, los van het feit, moet je ze wel of niet nemen? Juist met name om, als je ze neemt, kijk uit, want ze kunnen vervuild zijn. En vervuild met dopingstoffen of stoffen op de dopinglijst. Ja, en dan hang je vanwege het, wordt best wel lastig soms voor atleten om te bewijzen van dat het komt vanuit de vervuiling van het supplement. Dat heeft alles te maken met hoe ons het dopingsysteem nou eenmaal in elkaar zit. Daar hebben we uitgebreid de tijd voor genomen. En volgens mij is het nog redelijk tijdloos ook hoe dat in elkaar steekt. Afleveringen 43 tot met 49, kan ik me herinneren. Ga daar maar eens een keer rustig terugluisteren om een beetje grip te krijgen op waarom het zo belangrijk is voor, als jij supplementen neemt, ook weet wat jij slikt. Ja, de zogenoemde doping specials, waar we aflevering voor aflevering helemaal alles rondom doping, dopingcontrole, dopinglijsten uitrafelen. En heel leerzaam. Dus 43 en verder.